Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogvideo. In deze video ga ik iets anders doen dan normaal. Er komen staltours, maar niet zomaar staltours. Niet staltours van bij ons. Snow is falling down and it is cold outside. We gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Waarbij je je eigen staltour kon insturen. En daar zijn echt super leuke dingen uitgekomen. Ik heb ze nog niet helemaal gekeken, want dat wou ik graag samen met jullie doen. Maar ik heb ze natuurlijk wel moeten selecteren voor de video. Allereerst kregen we echt super veel reacties. Zoveel dat ik niet eens op iedereen kon antwoorden. Dus dat is echt super, super leuk dat jullie zo enthousiast waren. En ik heb nog meer doorgestuurd gekregen, maar ik dacht we maken eerst een deel 1. En stel nou dat jullie het heel erg leuk vinden, dan maak ik gewoon een deel 2. Want ja, ik denk dat het heel erg leuk is om naar te kijken en ook inspirerend. En ik heb voornamelijk gevraagd om mensen die stallen bij huis hebben of hun eigen stal in beheer hebben. Dus ja, dat slaat ook weer op ons. Dus laten we gewoon gaan kijken naar de allereerste video. Hoi allemaal, mijn naam is Lynn. Ik ben 22 jaar oud. Ik heb op dit moment 3 paarden, waarvan de 2 thuis staan. En ik ga jullie meenemen in het kleine staltour. Nou, ik loop nu vanuit mijn huis naar de stal. Jullie zien mijn paarden daar al, die staan in de wei. Maar ze willen graag naar binnen, want ik ben net in de stal geweest. Ik heb dus 2 paarden thuis staan. De derde staat ergens anders, daar zal ik zoiets meer over vertellen. We zijn inmiddels in de stal aangekomen, dus ik zal even de camera omdraaien. Nou, vanuit ons huis komen we eigenlijk hier. We hebben een hele grote deur, daar kunnen we onder andere de trailer mee naar binnen en naar buiten zetten. Hier zijn dan de stallen. Eigenlijk is het meteen bij binnenkomst een stal. De stallen zijn 3,5 bij 3 en we hebben in allebei de stallen 2 grote hooiruiven. Dit hebben we gedaan zodat ze niet met het hooi gaan slepen door de stal heen. In deze stal staat mijn 2,5-jarige. Hij heeft heel veel speeltjes, want dat vindt hij leuk. Dit is de stal van mijn 4-jarige, die wordt volgend jaar 5. En ja, we gaan nu even eventjes naar de wei lopen. Ze staan normaal gesproken in deze wei, maar zoals jullie kunnen zien is deze wei net ingezaaid. Dus hier mogen ze nog niet in. Nou, hier hebben we eigenlijk het paadje naar de mesthoop. Achter een draadje kunnen de paarden daar in ieder geval niet bij de mesthoop. Hier staan een aantal balen, maar we hebben nog wat koeien. Dus die gaan naar de koeien. Onze paarden krijgen of hooi uit Denemarken of het hooi wat we zelf maken. En dat zijn dan echt kleine paaltjes van 25 kilo. Daar is onze bak. We hebben ook een baklamp. Op zich prima. Alles lekker dichtbij. En hier staan mijn paardjes. Ze staan op dit moment in de koeienwei. Dus dat lint wat je daaromheen ziet, dat zet ik eigenlijk voor het koeiendraad. Dit is mijn 2,5-jarige. Hij is net een jaartje ruin. Dus hij denkt soms nog dat hij hengst is. En met de roze deken op is mijn sportpaard op dit moment. Zij is drachtig, dus ze gaat bijna uit de sport. Ik heb jullie natuurlijk verteld dat ik 3 paarden heb. Ik heb er dus 2 thuis staan. Die 2,5-jarige die komt er nu aan. Die heb ik in 2020 zelf gefokt. Die ken ik al zijn heel zijn leven. Alleen ik was afgelopen zomer eigenlijk bij de veulenveiling. En hij is nog best wel hengst. Deze meneer. Maar ik heb in 2020 hem zelf gefokt. En ik ken ze hem al zijn hele leven. Maar ik had de afgelopen zomer was ik naar de veulenveiling in Borculo. En ja, daar waren de prijzen redelijk gunstig. Dus heb ik een veulentje gekocht. Zij staat in Winterswijk. Ik zal wat foto's toevoegen. Ze heeft een super fijn plekje. Ze staat lekker buiten, maar ook nu in de winter natuurlijk met het natte land staat ze lekker in een grote stal met haar vriendinnetjes. En ja, ik hoop dat dat mijn toekomstpaard mag worden. Dus ja. Nou kijk, dit is de grote wei. Dit doen we eigenlijk elke winter. Mijn paarden staan heel het jaar door op de wei.
Die luxe heb ik. Dus dat is heel fijn. Ze staan normaal ook in deze wei. Die loopt tot helemaal ervoor aan, dat raadje. Maar die wei is ook opnieuw ingezaaid door het droge zomer. Dus ja, ze staan nu alleen dit winter in deze wei. Maar ik ga natuurlijk bij mijn veulentje langs, omdat ze me dan een beetje gaat herkennen. Zodat ik makkelijker met haar om kan gaan als het 3 is. Ik sluit mijn filmpje even af bij mijn 2,5-jarige als hij een beetje lief doet. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En om eens te kijken hoe het is om je paarden bij huis te hebben. Het is wel heel veel werk, dat dan wel weer. Nou, we hebben eerst gekeken naar de video van Lin. Echt, ik vind het zo leuk hoe iedereen dit weer op zijn eigen manier doet. En dat het waarschijnlijk voor heel veel mensen eerst onwennig voelt. Maar daarna zie je dat ze echt in het verhaal zitten. En dat het dan allemaal vanzelf gaat omdat je over iets praat. Wat je heel erg leuk vindt of wat je passie is. Of wat je gewoon elke dag doet of ziet. Maar hoe chill is dit om bij huis te hebben? En dat je paarden het hele jaar door gewoon naar buiten kunnen. En dat je zoveel verschillende weilanden hebt. Dit is echt... lekker bezig. Oh ja, ik ben er alleen nog benieuwd hoe je paarden heten. Wat denken jullie? Hoe zouden jullie ze noemen? Nee, maar dit is natuurlijk wel een droom om zoiets bij huis te hebben. En ik denk dat zij nog bij haar ouders woont. Of in ieder geval iets in combinatie doet met haar ouders of ouders. Omdat ze zegt dat er ook nog koeien staan. Maar dat ziet er gewoon allemaal super strak uit. En volgens mij zag ik ook een bak in de verte. Dus daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Maar het ziet er echt gewoon allemaal super chill uit. En ook goed over nagedacht. Fijne stallen, buitenluiken. En dus dat ze heel veel buiten komen. En ik ben ook heel erg benieuwd naar het veulentje. Dus willen jullie Lin nou volgen? Dan zal ik hier eventjes haar naam in beeld zetten. En dan gaan we denk ik door naar de volgende. Let's go to de volgende. En dat is Floor. Hoi, mijn naam is Floor. En ik ga jullie meenemen bij mijn staltour. Ik heb mijn paarden nu ongeveer 7 jaar aan huis staan. En in die tijd heb ik heel fijn met mijn vader mijn eigen plekje kunnen creëren. Achter mij zien jullie de rijbaan. Dit is een 2040 eb en vloed rijbaan. En in die hoek zie je ook het hoekje voor de instructrice. Waar ze warm en droog kan zitten. En daarachter is nog het weiland en de mesthoop. Maar die bespaar ik jullie. Dan lopen we nu rustig aan richting de stallen, want die zijn hier achter mij. Het zijn 2 containerstallen. Eentje staat mijn paarden zelf in en in eentje is de zadelkamer. Ik kan jullie op die manier goed laten zien hoe alles eruit ziet. Nou, ik kwam daar net aan. Daar heb ik de rijbaan en de mesthoop en de weilanden. En hier heb ik de kruiwagen staan met de regenton. Die kan ik gelukkig altijd vers water vandaan halen als het genoeg geregend heeft. Dan loop ik hier door naar de poetsplaats. De deur staat nog open, maar hier heb ik een hele ruime poetsplaats. Zodat ik altijd veilig kan poetsen en dat de hoefsmid altijd veilig kan werken. Ik heb hier altijd heel veel licht, dus dat is heel prettig. Hier kom je binnen in de zadelkamer. Hier heb ik de halsers hangen. 2 zadelkasten achter slot en grendel, omdat ik dat iets veiliger vind als het gewoon open en bloot tegen de muur aanhangen. Hier heb ik een fijne werkbank. Hier kan ik van alles klaarmaken. Heb ik ook altijd warm water, daarmee kan ik Noek ook wassen. En heb ik een plankje voor de caps en wat overige spullen. Hieronder staat meestal de voorraad aan Bics. Hier heb ik nog een hele hoge kast voor alle wasspulletjes en scheerspullen en noem maar op. Hier heb ik de dekjes hangen. Er kunnen er niet veel meer bij, want de haakjes zijn vol, maar ik heb er nog veel meer. En hier zet ik meestal ook nog een voorraad met Bics en Luzernum neer. Hier heb ik een dekenrek en hier heb ik de hooiopslag en de stroopslag. Daar heb ik in deze tonnen het Bics, zodat er geen muisjes bij kunnen. En de muesli, hier moet ook nog tonnen voor komen, maar die moet ik nog even vinden. Normaal vul ik de bakken altijd al vol, dat heb ik nu nog niet gedaan, maar dat vind ik heel praktisch werken. Dan loop je er weer uit en dan staat Noek hier al te wachten. Door het hekje heen kom je namelijk bij de paddock en de stallen. Deze paddock is altijd droog, dat is heel prettig. En ze kunnen hier ook altijd even wat harder en nog droger staan op de stenen. Hier heb ik een Shetlanderstal en gewoon 2 grote paardenstallen. Ik mest alles elke dag en ze krijgen ook elke dag schoon stro. Dit doe ik vaak pas in de avond, omdat ik dan zorg dat ze niks uit de stal lopen en het hier dus helemaal netjes kan blijven.
En daar is mijn huis. Dus zoals je ziet heb ik heerlijk mijn eigen plekje kunnen creëren in de afgelopen 7 jaar. Dat vond ik echt leuk. Zo'n hokje voor de instructrice, dat ze daar droog kan zitten en uit de wind. Ik denk dat onze instructeurs en instructrices dat ook wel kunnen waarderen. Super fijne poetsplaats ook en heel chill dat jullie gewoon regenwater recyclen. Vaak vinden ze dat ook het lekkerst, want dieren zijn niet goed. Ja, dit is ook echt wat chill om voer klaar te maken of dingen schoon te maken. Zo'n plekje met een wasbak en een klein aanrechtje. Dat is ook wel echt plankjes voor de boven. Misschien voor ons nog een idee om dat anders in te delen. Want we hadden eerst natuurlijk wel zo'n tafel. Maar die hebben we vervangen door een hele grote kast. Maar nu hebben we nergens meer inderdaad dat we ergens iets op kunnen zetten om daar voer of zo klaar te maken. Waarom is jouw voerhok zo netjes? Ik ben echt zoek ervan. Er komt er buiten even iemand langs met een karretje. Dus ik hoop dat jullie dat niet erg stort. Maar weer zo'n super fijne plek. En ook als je er inderdaad al zo lang woont, dan heb je elke keer dingen aan kunnen passen naar wat werkt voor jou. Ik word wel blij van al die paarden die gewoon lekker de hele dag naar buiten kunnen. En ja, dit ziet er allemaal gewoon super leuk uit, jongens. Ik zal hier eventjes de Instagram of gegevens, socials van Floor linken, mocht je benieuwd zijn naar meer van haar. En dan gaan wij nu door naar de volgende. Hoi allemaal, ik ben Wille Wogaert. Deze boerderij hebben we sinds 1 juli in Overijssel, waar de paarden aan huis kunnen staan. En ik zal jullie vandaag even meenemen in een rondleiding. We gaan eerst even naar de paarden. Hey, liefie. Hey. Dit is mijn 4-jarige ruinex Gribaldi. Kom maar, Kietje. En dit is mijn 7-jarige Mary, key to my heart. Hallo. De paarden staan al wel alleen maar op de paddock, want we hebben het weiland helemaal opnieuw ingezaaid. Maar we proberen hier zoveel mogelijk verrijking aan ze te geven. En dan hebben we hier ook gelijk een 2060 dressuurbaan. Naast de dressuurtrainingen doen we ook wel eens iets met balken. Nu we daar zijn geweest, neem ik jullie mee naar het achtererf. Het is nog een beetje een zootje, want we zijn nog volop in de verbouwing. Maar hier hebben we de vlasopslag. Het zit helemaal vol, maar daar doen we heel erg lang mee, want zoveel staan ze ook niet op stal. En dan hebben we hier de soort van mesthoop. Dit wordt meestal opgehaald door mensen voor moestuinen. En we hebben daar nog de bokashihoop. Die gaan we in het voorjaar zelf gebruiken om over het weiland te verspreiden. En van de bokashihoop gaan we door naar de stallen. Oh wacht, die moeten eerst nog bouwen. Ik kan jullie wel even meenemen naar de bouwtekeningen. We gaan een aantal hele grote stallen bouwen met uitloop, zodat er ook trainingspaarden kunnen komen. Ik zal intern een paar duurzaam zadelmak maken en voor gedragstraining. Totdat de stallen hier klaar zijn, staan ze tijdelijk even hier binnen. En dan hebben we hier ook gelijk onze mini alleskunner. Dan gaan we als laatst door naar het hooi. We hebben vrij royaal ingeslagen, maar het zijn allemaal verschillende soorten om ze zoveel mogelijk variatie te bieden. Naast het paard train ik ook de ruiter als gecertificeerd ruiter vitaal coach. Dat kan dus ook hier. Hopelijk vond je het leuk en wellicht tot ziens. Oké, hier zien we echt duidelijk iemand die vaker video's heeft gemaakt. Echt, ik weet niet, ik ken haar niet, maar maak jij vaker video's? Heb je vlogs? Kan ik je ergens op volgen? Want dit vind ik gewoon echt heel erg leuk om te zien. De andere video's ook natuurlijk, maar je ziet wel dat hier echt over is nagedacht qua de lengte van de shots en hoe lang je blijft praten over één onderwerp. En het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Dus ik ga eventjes jouw Instagram en zo zoeken en dan zet ik het hier in beeld. En dan ben ik echt heel erg benieuwd. Ik ga je volgen. Echt super leuk en leuk ook om te zien wat je verder doet en die oplossingen met de mest en ook het vlas. Want wij zitten ook inderdaad met een opslagprobleem, dus dat is ook nog wel een geinig idee. Super leuk dat je ook een stukje rijden erin hebt. Ik vind het gewoon een super goede video eigenlijk. Dus laat even weten of je gaat vloggen of niet, want ik ga je volgen. Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze staltour. Ik ben Madinja, dit is Ravenna. Achter mij staat Juma en ik neem jullie gezellig mee. Dit is het nachtverblijf van de paarden. Mijn ouders die hebben een camping en de paarden staan op de camping. 's Winters is camping 6 maanden lang gesloten, dus dan staan ze hier
op een heel groot deel van de camping. Overdag mogen ze het hele terrein, 's nachts hebben ze dit als nachtgedeelte. En, hey, wat ben je aan het doen, dame? En in de zomer staan ze 3 maanden lang volledig op het land, hier van de buren. En 3 maanden lang hebben ze deel in het bos waar we straks naartoe gaan. In de nacht hebben ze hier een stukje paddock. Hier hebben ze een stal waar ze eventueel kunnen schuilen. En dan gaan we verder de trek op. Het hek van het stalletje waar we net waren staat altijd open. En dan kunnen ze via dit pad naar het bos toe lopen, waar we nu heen gaan. Hier aan de zijkant hebben we nog een soort van klein weilandje waar nu niet heel veel gras meer staat. En daar hebben ze gewoon altijd vrij toegang tot in de winter. Ja. In de zomer is dit het deel wat ze niet hebben. Want dan rijden hier de caravans en de campers onderweg naar het kampeerveld toe. Ze laten alvast zien hoe ze de trek oplopen. Goed zo. Dan is dit dus de doorgang naar het bos toe. En hierachter gaat de stal door naar het bos. Hier heb ik een heel pad door het bos heen gemaakt. Ik kon mooi alle draden vastmaken aan de bomen. Dit is ons eigen stukje bos. En als je dan doorloopt, komen we bij de voerplek. Hier hebben we een voerbak, die heeft mijn moeder en ik samen in elkaar gekretseld. En daar doen we het hooi in. Op het moment moet ik het nog vullen. Het is nu 's ochtends en ik doe het altijd 's ochtends de paarden naar buiten. En dan doe ik uitmesten en vullen, dus dat ga ik straks doen. Maar mooi om wel vast te laten zien. Dan loopt het pad verder het bos door. En dit hele deel in het bos wat ik nu laat zien, dat hebben ze van de zomer ook 3 maanden. En dan mogen ze overdag op afgezette stukjes op de camping. En dan de 3 echt hoogzomermaanden mogen ze op het land van de buren. Daar zal ik ook wel even een foto of een filmpje van invoegen. En dan zijn we aangekomen bij de longeerbak. We hebben helaas geen echte rijbak, dus dit is waar ik train. En wil ik wel in de bak rijden, kan ik naar de buren. Maar wij grenzen ook direct aan de Salandse Heuvelrug, dus ik rijd hier zo het bos in waar ik uren kan rijden. Dat is echt heerlijk. En deze bodem die hebben we letterlijk om laten keren. Dus het zand wat erop ligt komt uit de bodem. Het zand wat bovenop lag is omgekeerd. Dus dat is een best wel hele goedkope en handige oplossing als je op zandgrond zit. En uiteindelijk is de bedoeling dat hier nog een heel stuk trek komt. En daar in de verte komt nog een voerplaats. Maar laten we teruggaan naar de paarden om te laten zien waar ze overdag staan. Overdag mogen ze los op het terrein, zoals ik al zei. Dus dan laat ik ze er hier uit. Doe dit open. En dan hebben ze de rest van de dag lekker de vrijheid. Alles wat je hier achter mij ziet door de bomen heen, is zomers een camping. En 6 maanden in de winter is het dicht en lopen de paarden hier. Dus ze kunnen hier rennen, feesten, wat ze willen. Nou, leuk dat jullie hier even naar wilden kijken. En mochten jullie meer willen zien van de paarden en van mij, kunnen jullie dat altijd doen op Propenna, op Insta en op YouTube. Oké, deze vond ik ook echt heel erg leuk. Echt weer heel anders dan die andere. Maar je wil hier nu toch ook gewoon op vakantie in zo'n huisje waar die Havelinger net bijna in zat. Ik vind het echt heel erg leuk. En ook heel erg fijn dat je wel een plek hebt waar je gewoon aan de slag kan. En als je binnen kan rijden kan het ook. Of als je binnen wil rijden kan het ook. Maar ik zou me niet kunnen bedenken waarom je dat zou willen als je hier zou wonen. Of als je hier je paarden hebt. Dus... Nee, superleuk. Echt heel anders weer. Maar echt... Madenja heeft zichzelf al een shout-out gegeven. Maar ik zal alsnog even hier haar naam in beeld zetten, zodat je haar kunt volgen. Mocht je meer van haar willen zien en de paarden, dan gaan we alweer door naar de allerlaatste tour. Die ga ik even kijken. Ik ben Fenna Kempen en welkom bij deze staltour. Dit is onze stal. We hebben 5 grote boksen. Maar eentje gebruiken we nu als opslag. De rest is gevuld met onze paarden. Ook hebben we een kleine Shetlander. En die staat hier in een speciaal gemaakt stalletje. Hier hebben we een stukje van ons eigen hooi. En hebben we een paar staanders die we hier hebben staan. En aan elke stal hebben we een dekenrek hangen. Waar nu dus de voerbak hangen. Maar vooral in de zomer. Dus het is heel erg fijn. Ja, het voorjaar dan kan je hier dekens ophangen die 's nachts om zijn. En dan gaan ze 's ochtends natuurlijk weer af. En dan liggen ze niet allemaal op de grond. En we hangen hier ook de halsters aan. Als ze weer terug naar binnen gaan, dan ligt het niet allemaal op de grond. Hier hebben we een soort poetsplekje gemaakt. Dus we staan hier tussen 2 palen eigenlijk in. En dat vind ik eigenlijk wel super handig en fijn. En niet te groot. En je maakt goed gebruik van je... van je ruimte. Nou, hier zo is mijn kast. Alles goed opgeborgen.
Normaal niet. Normaal is die altijd een beetje een zooitje. Maar nu had ik een goede reden om het, allemaal eventjes op te ruimen. Om naar de bak te gaan. Doe deze deur open. En dan ben ik er al. Dit is onze 2040 rijbaan. Ligt er nu ongeveer een jaar in. En ook hebben we een hele fijne longeercirkel, ook gedraineerd. Dus ik kan bijna altijd droog aan het werk met de paarden. Nou, dit zijn onze paddocks. Hier staan de paarden op in de winter. Deze zijn ook gedraineerd. En er zit een stroomdraad om, maar die willen ze nog wel eens slopen. Dus goede ideeën horen we heel graag. Dit zijn onze weides. Hier staan de paarden in de zomer op en hier halen we het hooi van ons eigen land. Super fijn, want dan weet je eigenlijk precies wat er in je hooi zit. Dus. Ik ben super benieuwd wat jullie van onze stallen vinden. Ik ben in ieder geval super blij mee. Ze zijn heerlijk groot. Vonden jullie deze video nou leuk? Dan zou ik het super tof vinden als jullie op mijn eigen account zouden abonneren. Daarna campen. En hopelijk zie jullie nog wel eens verschijnen. Doeg! Super mooie video om mee af te sluiten. Ik zie dat ik ondertussen last heb gekregen van de zon. Nice, ik moet er nog één, jongens. Maar super leuke video om mee af te sluiten. Weer als je dit aan huis hebt, dit is toch gewoon echt super chill. Die stallen ook en die ruimte. Dat je gewoon alles bij elkaar hebt. En dan het kleine stalletje en de opslag. En als je die deur open doet en je ziet die buitenbak. Waar ik overigens ook heel graag in zou willen rijden. Ja, echt super mooi. En ook zo fijn dat bij al deze video's die paarden eigenlijk gewoon de hele dag buiten komen. Dat ik naar buiten kunnen. Want niet iedereen heeft natuurlijk die optie. Ik ga iedereen in ieder geval volgen. Ik vond het echt super leuk eigenlijk om te kijken. Omdat ik natuurlijk ook iets nieuws te kijken had. Normaal film ik de video's en nu kan ik zelf kijken naar de video's die jullie insturen. En ik vond dit allemaal echt super leuk en goede video's. En ik vond het heel erg leuk dat we bij iedereen eventjes binnen mochten kijken. En ik ben zelf ook wel weer geïnspireerd geraakt op sommige punten waarvan ik denk, oh ja, dat kan ook zo. Maar ik vond het vooral super leuk dat iedereen echt heel erg verschillend is en weer iets anders had. En dat iedereen gewoon zo'n fijne plek heeft. Waar de paarden dus heel veel buiten komen. Daar word ik ook heel blij van. Ik heb zelf mijn eigen commentaar natuurlijk niet heel lang en uitgebreid gehouden. Omdat het natuurlijk veel leuker is wat jullie ervan vinden. Dus laat zeker weten in de comments waar jij je paard zou willen stallen. Of op wie jij heel erg jaloers bent. En dan laat het ook even weten of jullie dit een leuke video vonden. Want dan ga ik dit gewoon nog een keer doen. Volg zeker onze vlogtoppers. Allemaal eventjes. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En de filmmakers bedanken voor het insturen. En natuurlijk eigenlijk het maken van deze video. Want zonder jullie zou ik deze video niet kunnen maken. Dus doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Is geen blauw duimpje meer, hè? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!